Hallo. Nee, dit is niet het 7 uur journaal, maar een kleine demonstratie van wat er vandaag de dag mogelijk is met relatief goedkope huishoudelektronica. U kijkt naar een gewone 3D-televisie waarop een virtuele studio getoond wordt. Het perspectief wordt met behulp van een Microsoft Kinect aangepast aan de positie van de kijker. Daardoor kunnen we er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat deze afbeelding altijd recht naar de kijker gericht blijft. Ikzelf ben een 3D-opname, eveneens opgenomen met de Microsoft Kinect. Dankzij een 3D-brilletje krijgen ook beide ogen een verschillend beeld te zien, waardoor de illusie compleet is. Ik kijk al uit naar wat we de komende jaren nog te zien krijgen.